Hoe mooi zou het zijn als we het veel groter kunnen maken en op die manier de verbinding als gemeente met elkaar aan kunnen gaan. Op veel plekken in Nederland zijn de afgelopen dagen beren achter de ramen verschenen. Ze zijn onderdeel van de berenjacht. Wat is de berenjacht? Nou, berenjacht is een landelijk initiatief geweest naar aanleiding van het prentenboek We gaan op berenjacht van Marco Rozen. Daar is een landelijke actie via Facebook. Maar ja, dat liep heel snel vol. Toen is er iemand geweest, Jan van Straten, die heeft een pagina voor Altena ontwikkeld. Facebookpagina Berenjacht Altena. En wij als Limonadebrigade vonden het heel erg mooi om daarop in te haken. Het idee ervan is dat je als gezin tijdens je wandeling een doel heb, namelijk op zoek naar beren die bij mensen in de vensterbank staan. In tijden van de coronacrisis is het fijn om even met een doel naar buiten te kunnen met de kinderen. Maar de berenjacht heeft meerdere doelen volgens Ilse. De ouders kunnen een afstreepkaart printen en dan kunnen de kinderen dat afstrepen van hoeveel beren heb ik onderweg gevonden. Maar ook, en daar komen we ook een beetje bij het doel van de Limonadebrigade, we willen mensen ook verbinden. En ook jong en oud. Oudere mensen zitten nu veel binnen. En hoe leuk is het als kinderen daar voorbij komen en dat ze even contact hebben via het raam door middel van zwaaien. En dat wat reuring is op de stoep voor een huis. Er zijn al veel beren gespot door heel Altena. Maar dit is hoe je mee kunt doen. Nou, allereerst zoek een mooie beer. Zet die voor je raam. Ga naar de Facebookpagina Berenjacht Altena. Bovenaan staat een vastgeprikt bericht. Daar kan je je adres laten weten, zodat mensen een route kunnen uitstippelen waar de beren zijn. Daarnaast is het ook zo dat als je geen beren hebt, de Limonadebrigade heeft een aantal uitwisselpunten waar je ook een beer kan inleveren als je te veel beren hebt, maar waar je ook een beer kan halen als je geen beer hebt. En wat we ook gaan doen is contact leggen met wat oudere mensen hier in de buurt om te vragen of dat zij een beer willen hebben en mee willen doen aan de actie. Tijdens de berenjacht is het natuurlijk wel belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt. Alle beren die verzameld worden, die worden uiteraard ook door ons gewassen. Daarnaast is het ook zo dat wij ook echt verkondigen op de pagina van als je gaat wandelen, hou je aan de richtlijnen van de RIVM. Dus dat betekent alleen wandelen met je eigen gezin, niet kinderen alleen op pad sturen en houd afstand 1,5 meter. En dan denk ik dat dit een heel onschuldige kinderactiviteit kan zijn.